Welkom allemaal, hier bij het Archeologiehuis Zuid-Holland in Archeon. Dit gebouw is gebaseerd op een oude Romeinse boerderij die is gevonden in de buurt van Rijswijk. Rond het jaar 0 werd het net voor het eerst bewoond en het was nog een heel simpel houten gebouwtje. Maar over de 270 jaar die erop volgden, groeide het uit tot een echte Romeinse villa. Een Romeins boerenbedrijf. Kom maar mee naar binnen, dan gaan we even kijken. Het museum hier in het Archeologiehuis is in 2011 geopend door koningin Maxima. Wanneer je binnenkomt in het museum kun je eerst een introductiefilm bekijken over de verschillende periodes in Archeon. Vervolgens loop je naar de eerste zaal vol archeologische vondsten. Hier aan deze wand vind je alle prehistorische vondsten. Zo zie je bijvoorbeeld een houten boog, verschillende stenen bijlen en allerlei soorten aardewerk. Hier aan de andere wand vind je de middeleeuwse vondsten, zoals een vroeg middeleeuwse kam, een echt ridderzwaard en houten trippen voor onder je leren schoenen. Wanneer je de trap afloopt naar beneden, kom je in de zaal met Romeinse vondsten, zoals echte munten, een glazen parfumfles en de eerste sleutels. In de komende filmpjes zullen we je kennis laten maken met een aantal van deze prachtige vondsten.